Kern Gezond TV is mede mogelijk gemaakt door Volta Limburg en Spooty.nl. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kern Gezond TV. Wandelen kan bijna iedereen en er is niks zo lekker als een heerlijke boswandeling. Jullie gaan dadelijk in beweging met Ricardo. Ik wandel nog een stukje door het bos. Welkom, mijn naam is Ricardo en elke aflevering van Kern Gezond TV ga ik samen met jullie een actieve warming-up doen waarmee we de dag actief zullen starten. De eerste keer zijn we begonnen met boksen met de handen hoog en recht naar voren. De oefening voor vandaag, weer die handen hoog, duiken en een hoek. Duiken en een hoek. Oké, dus niet recht naar voren, maar een hoek. Daar gaan we. Laag, hoek, laag, hoek. Zakken door je benen, zakken door je benen. Goed zo. Dat mag best een beetje harder. Kracht in die stoten. Laatste paar secondes. Maak hem af. 3, 2, 1. Oké, goed gewerkt. Graag tot de volgende keer. Veel plezier vandaag. Kerngezond mocht weer een bezoek brengen aan de basisschool. Met inachtneming van de geldende coronaregels gaf tophandballer Daan Versleeuwen een gastles op basisschool De Krullevaar in Zevenum over gezond gedrag. En daar hoort in deze tijd bij dat hij wekelijks wordt getest op corona. Daan vergeleek verder het gedrag in zijn handbalteam met het gedrag in de klas en het belang om elkaar vaker een complimentje te maken. Goed gedaan, Daan. Voor een peuzelsnack. Pas op! Met het gebruik van deze video loopt u het risico in de volgende leergebieden te belanden. Programmeren, onderzoeken en ontwerpen, leren, taal, wetenschappen, techniek, digitale geletterdheid, rekenen, maken, prutsen en klooien. Tijd voor een peuzelsnack. Hey, wacky wacky! Tijd voor een peuzelsnackie. Ja toch? Rekenen? Spelling? Dat heb ik de hele dag al gedaan. Ik heb een idee. Oh, let op. Hey! Welkom bij de Spelling Show. Dat kan leuker. Op de... scharrelen. Rond. Hoeveel R'en zitten er in? Scharrelen. Volgende onderdeel, rekenen. Dat kan leuker. 224 Lego-blokjes gedeeld door 28 leerlingen. Hoeveel Lego-blokjes krijgt iedereen? En wat kun je er dan van maken? 59 dozen met 6 frikandellen erin. Hoeveel frikandellen zijn er bij elkaar? En hoeveel dagen doe je erover om ze op te eten? En dan nu, de finale ronde! Jullie zijn aan de beurt. Pak het allersaaiste schoolboek wat je hebt en maak daarvan een quiz voor je buurman of buurvrouw. Super vet! Oké, hey, lekker snacken! Doei! Tijd voor een peuzelsnack. Wow, peuzelsnack, peuzelsnack, peuzelsnack. Tijd voor een peuzelsnack, peuzelsnack, peuzelsnack. Wow! De scholenchallenge is deze keer te gast op basisschool De Zwiek in Roggel. En dit zijn de gladiatoren, de Roggelse superkids, die de strijd aangaan voor de school en heel Roggel. In de scholenchallenge proberen 3 kinderen, de quizkids, de vragen goed te beantwoorden. Bij een goed antwoord gaat een belletje, het signaal voor de jumper om de bal bij de finisher te bezorgen, die na een slalom probeert de bal in de basket te gooien. We gaan beginnen. Hoeveel steden worden er aangedaan tijdens de 11 stedentocht? 11. Snel en juist antwoord van de quizkids op de eerste vraag. Krachtige sprongen en een worp die nog maar net gevangen kan worden door Mies de finisher. En dat mag Mies het afmaken en dat... Yeah!
Yes! Wat is een andere naam voor tafeltennis? Pingpong. En de quizkids zijn in topvorm. Weer direct goed. Daar gaat Giel alweer. Maar o jee, hij laat de bal wegglippen. Opnieuw. Welke sport doet Irene Wust? Pas. Hoe noem je een combinatie van yoghurt, limonadesiroop en vanillevla? Vlaflip. Ja, vlaflip, dat weet de jeugd wel. En weer mag Giel springen. En nu een mooie worp. Nee, te hard. Opnieuw. Noem een dier dat melk produceert. Koe. Boe is niet bedoeld voor de kids van Roggel. Daar gaat Giel al springend en wel. En nu met de nodige concentratie een prima worp. Jurre mag zijn kracht laten zien bij een snelle slalom. En Mies scoort altijd en overal. Ook nu, wat een finish. Noem een kleur medaille. Goud. Weer een goed antwoord van de quizkid. Giel springt soepel en gooit perfect. Kijk die Jurre eens gas geven. Wat een krachtpatser. Mies gooit en oei. Noem een fruitsoort met een K. Kiwi. Niet normaal hoe snel die quizkids zijn. Giel gaat weer snel en behendig met weer een prima worp. Jurre start nog één keer de motoren. Power! En als de tijd dringt, kan Mies nog één keer gooien. En raak! 3 punten! Wow! Hoeveel spelers zitten er in een... En tevens einde. Wat een ontknoping was dit. In de herhaling zien we de soepele sprongen van Giel de jumper. De kracht en snelheid van Jurre. En het fantastische scoren van Mies. En met 3 punten in 115 seconden pakt basisschool De Zwiek uit Roggel de leiding in het voorlopige scholenchallenge klassement. Goed gedaan! Ik ben Jessie, ik zit in groep 6, ik zit op de school in Wijzerbeek in Horst. Ik ga mijn mond vertellen en fietsen. Met wat maakt een skelet de deur open? Ik heb geen idee. Met sleutelbeen. Heerlijk frisse lucht door de neus inademen, door de mond uitademen. Je komt helemaal tot rust. Lekker. Hiermee zijn we ook aan het einde van deze uitzending. Bedankt voor het kijken. Blijf kerngezond en tot volgende week. Kerngezond TV is powered by Volta Limburg, Spooty.nl, Sikon Logistics, Jong Leren Eten, Ria Joosten Catering en Evenementen en Limburgs Uitje.